Yo mensen, knop de keer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft aflevering. Yes, we zitten hier in onze world en yes, we are very blij with that. En 1.13, we spelen 1.13. Het is niet te geloven. Kijk, het water is groen. Dat is het enige nadeel. Dat is echt het enige nadeel. Weet je, ik vind alles vet. Behalve dat het water dan weer zo groen is. Weet je wel. Ik zit al net op een wat minder mooi gebied. Maar ja, aan de ene kant moet ik er ook maar gewoon aan wennen. Maar dat betekent wel dat jullie gewoon even lekker het duimpje mogen kunnen doen. En dat wij... Oh, het water ziet er echt serieus gewoon apart uit zo, ja. Maar doe het duimpje lekker omhoog, zou ik zeggen. En dan gaan we eens even kijken of we het ergens een aquarium kunnen maken. Want ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad al. We zeiden, als de game uitkomt, dan gaan wij voor dat aquarium. Ik wil toch even kijken hoe het nou in mijn ondergrondse kasteel eruit ziet. Hoe ziet dit eruit? Het water is even net wat doorzichtiger geworden of zo. Wow, I'm drowning, I'm drowning. Het ziet op zich wel oké uit. Het is niet heel veel verschil, toch? Nee, het is iets doorzichtiger geworden. Ik weet niet wat ze daarmee in de toekomst gaan doen. Kunnen ze misschien nog voor je iets aanpassen? Even kijken, hoe ziet dit er nou uit? Oké, cool. We kunnen dus wel ons kasteel nu een beetje er doorheen zien. Dat is wel leuk nu het doorzichtiger is geworden. Je ziet alleen wel die groene waas hier weer. Het is hier gewoon een klein beetje moerasserig. Maar dat geeft ook weer misschien een klein beetje dat natuurgevoel. Maar, wat dacht je nou van als we hier een aquarium gaan maken? Dat is best cool, toch? Lijkt mij in ieder geval best cool. Laten we gewoon beginnen met een klein aquarium. Hier. Kijk, we hebben natuurlijk hier dat. En als we dan gewoon hetzelfde gaan maken. Zit ik nou... Ja, zit er precies tegenover. Kijk hoor. Ja, hoe gaan we dit doen? Deze gaat daar weg en dan gaat deze omhoog. En dan maken we hier gewoon één aquarium zo. Heel leuk, zoals dit. Dat is hartstikke mooi. Dan hebben we een klein beetje hetzelfde, weet je wel. Alleen dan ziet het er gewoon net even wat anders uit. Ja, hoe ga ik dit doen? We willen gras op de bodem. Dus dat is één wat zeker is. Laten we het dan meteen tot hier zo gras worden. Ja, oké, dat doen we. Hoe diep is deze? Deze is... 1, 2, 3 diep. Dan gaan wij ook gewoon voor 3 diep hier. En dan maken we dit gewoon letterlijk van steen zo. Weet je wel? Gewoon lekker simpel. Lekker steen. Lekker makkelijk. Lekker leuk. Misschien maken we er nog een kleurtje op de achtergrond. Dat weet ik niet. Maar dan moeten we even bekijken. We moeten even kijken hoe druk het ook wordt. Weet je wel? We moeten even kijken gewoon hoe het hele totaalplaatje eruit gaat zien. Maar er moet hier natuurlijk wel glas voor komen. Dus eigenlijk kunnen we hem net zo goed misschien 1 dieper maken nog. En dan omdat het glas hier zo voor langs komt. Is het dan niet zo breed? Dus ik maak hem even eentje breder. 1 dieper nog. Ik denk dat dat in dit geval gewoon slimmer is. Net wat beter, wat mooier. Dus dat gaan we ook even doen dan. Even kijken. Zo, plop, plop. Zo. Kijk eens even aan. Ik wil even... ik heb geen toortjes meer. En dan is het wel even slim om dit wel gewoon op te vullen, denk ik hoor. Want anders komen er weer van die monsters daar. Daar heb ik dus even geen trek in. Zo. En dan komt hier dus gewoon alles steen zo. En aan deze kant hetzelfde verhaal. Misschien laten we het aquarium wel doorlopen hier. Dat we nog een veel groter aquarium maken. Maar laten we maar klein beginnen om gewoon even te kijken of het überhaupt wel wat is. Want hetzelfde geld gaat het voor geen meter natuurlijk. Ik zou ook niet weten hoe we hier ook mooi water in kunnen vullen. Maar ik denk dat dat wel moet goedkomen. Ja, natuurlijk komt dat goed. Oké. We hebben hier nog wel een leuk figuurtje erin. Dat doen we dan hier niet. Nee, dat doen we hier maar even niet. Laten we het gewoon maar even rustig aandoen. Gewoon eens even kijken hoe het gaat worden. Ik zou hier wel graag gras willen hebben. Ik denk dat dat wel leuk is om een gras te hebben. Dus we moeten even kijken of we nog een grasblok hebben liggen. Dat weet ik zo net niet. En anders moeten we even een silk touch iets hebben. Zodat we daar in ieder geval één gras kunnen plakken. Nou ja, water. Er is eigenlijk nooit gras op de bodem. Hè? Dat moeten we gewoon ergens vandaan halen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Dat geeft verder niks. No worry. No haast. Ik heb nog 7 boterhammen, dat is goed. Ik heb wel even een paar toortjes nodig. Gewoon eventjes voor het gevoel voor beterheid. Even kijken hoor. Dan hebben we dus hier die toortjes en die daar. Zo, perfect. Dan hebben we in ieder geval eventjes weer wat toortjes erbij. Toppie-joppie. En glas. We gaan gewoon voor helder glas. Want we willen gewoon de visjes goed zien. Dat is leuk, dat is mooi. En een emmer water. Oké, laten we hem gewoon eerst maar eens vullen en gaan kijken hoe het is. Als het goed is kun je met een bucket, wat jullie zeiden, dus dat is niet mijn idee. Jullie zeiden dat je met een bucket de vis kon vangen, dus dat gaan we dan ook gewoon proberen. Ik laat het gewoon eerst eens even één rij hier doen en laten we daar dan maar eens gewoon water in gaan knikkeren.
En hopen op het allerbeste. Gewoon dat daar wat water kan zitten, goed eruit ziet, prachtig mooi. En dan wordt het vanzelf hartstikke leuk. Zo, dan nemen we even een watertje mee. Oh, wel lekker altijd dat watergeluid. Hè? Vooral nu met die hitte zeg maar, van vandaag de dag. En dan gewoon heerlijk een beetje zo'n geluid van water. Die doe ik gewoon daar. Yes, oké, snel. Rennen we nog even één keer water erbij plukken. Ik weet niet of het één keer genoeg is trouwens, maar dat gaan we zo zien. Zo. Ja, ben wel even benieuwd of het gaat lukken, jongens. Krijgen we dit aquarium vol of niet? Ja, oké, nice. Ik wist het. Het moest lukken. Oké. Weet je wat? Ik moet hier even natuurlijk boven langs kunnen nu. Dus ik moet in ieder geval even kunnen ademen. Zo. En dan gooien we hier nog meer water mee. En dan gaan we daar omhoog. En daar. Zo. En dan komt hier natuurlijk glas en hier. Nou wil ik eigenlijk niet dat het hierheen stroomt. Dus ik pak dit even zo. En dan pakken we dat water, doen we hier. Kijk hoor, ik denk dat het namelijk zo gewoon goed is. Als ik deze dan hier even weghak, kan ik gewoon zo eruit klimmen. Hier glas plaatsen en dan hebben we een aquarium, denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. Als ik het zo zie, moet dit goed zijn. Alright. Ik weet niet of ik het mooi vind. Dat is een ander iets, maar... ja, we moeten het ermee doen. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Even kijken hoor. Ah! Ja! Zo. Kijk eens even aan. Ja, dan moeten we daar een vis in zien te gooien. En natuurlijk dat spul. En dan lopen we hier langs en dan zien we dat zo. Ik denk dat we dit dirt hier weg mogen halen. En dat we dat gewoon beter kunnen veranderen in steen. Ja, dat is denk ik beter. Dus dat gaan we nog eventjes doen. Anders ziet het er niet echt bijzonder uit, zullen we maar zeggen. Zo, en dan hebben we die upside down stairs hier. Die kunnen we gewoon weer zo plaatsen. Zo. Ah, dat ziet er wel netjes uit. En dan kunnen we dus daar gewoon water in doen. Visjes. Hallo visjes! Ja, je ziet de bubbeltjes ook in, weet je wel. Je ziet gewoon dat de vissen blij zijn. Jammer dat daar dan net zo'n rand zit. Maar ja, water kun je niet altijd besturen. Het ligt daar gewoon net scheef. Terwijl water altijd waterpas is, want dat past zich aan de zwaartekracht. Maar goed. Dus, dan wordt dit een aquarium met visjes. Alleen, één probleem. We weten dat die visjes heel ver weg zitten. En dat wij die niet zomaar kunnen vinden. Dus dat is een klein nadeel. Dat is echt serieus een nadeel eigenlijk. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben natuurlijk. En vissen die komen niet zomaar ergens voorbij. Maar zou je dan ook vissen kunnen vangen nog met een hengel? En dat je ze dan weer gewoon plaatst. Ik weet niet of dat kan. Dat zou lekker wezen als dat kan. Dat zal wel niet kunnen. Ik bedoel, ik heb altijd pech met dat soort dingen, weet je wel. Als ik denk van, nou, dat lijkt me een goed idee, hé. Ja, dan moet ik er weer heel veel moeite voor doen. Maar dat maakt niet uit. Dan moeten we gewoon eventjes op pad gaan. Een eindje lopen. Kijken of we ergens een vis kunnen vinden. Ja. Oké, ik heb een bucket bij me. Dus dat is goed. Als we een bucket bij ons hebben. Alleen... ja, de vis moeten we vinden. Ik ga gewoon eens even een heel klein stukje die kant op lopen. En kijken of daar ook de world anders is. Want ik denk alles wat we hebben ingeladen is allemaal nog oud. En wat nieuwe wat we willen hebben. Daar zijn we natuurlijk een keer geweest. Dat was een heel rot eind die kant op lopen. Daar werd ik persoonlijk niet heel vrolijk van. Maar ja, ik denk dat dat wel de enige manier is om te kunnen survive hier zo. In deze prachtige world om visjes te vangen, weet je. Kunnen we die vissen dan dubbel krijgen of iets? Dat is een beetje de question. Ik ga eventjes wat broodjes nog meenemen. Zo. Ah, lekker hoor. Zo. Ik denk dat we eigenlijk beter wel even onze spullen kunnen dumpen. Want ik weet wel precies hoe laat het is. Als we dat niet doen, dan krijgen we een probleem. Ja, wat voor probleem dan, Chromo? Een groot probleem. Zo. Een groot probleem. Ja, want als we dan doodgaan, dan raken we echt alles kwijt. Dat is wel een beetje kak. Dus ik maak hier even gewoon een kist. Zo. En daar ga ik gewoon alles in dumpen.
Ja, alles. Gaan we gewoon alles in dumpen zo. Hoppatee. En dan nemen we gewoon een paar dingen mee. En dan zien we wel wat we precies gaan meenemen. Ik denk gewoon wat toortjes en dingen. Het is altijd wel makkelijk om een paar dingen mee te nemen. Nou, die gaat sowieso mee. En deze kunnen uit. Deze kunnen uit. Zo. Zo. We hebben in ieder geval voldoende voedsel nodig. Dat is echt belangrijk. Dus daar push ik een klein beetje op. Dat we in ieder geval genoeg brood mee hebben als broodbakker Chromotech en Go. Welkom voor het beste brood. Gaat u niet naar bakkerij Bart, maar dan gaat u naar Chromotech. Uw favoriete bakker in uw dorp. Man, ik ben een echte bakker. Ja, zie. Ja, ik klik me echt helemaal kapot hier, jongens, nu. Dat even weten. Oh, er zit daar zo'n paard. Ja, oké. Ja, oké. Gaat goed, gaat goed. Kijk, dit veld hebben we nu wel een klein beetje helemaal vol, dus dat scheelt. Zo. Ik ga nu even gewoon zo lopen. Dan hoef ik niet de hele tijd te klikken. En dan sla ik er af en toe maar eentje over. Zo bijzonder is het ook niet. Oké, nice. Nou, dan gaan we nog eventjes dit laatste brood hier zo even mooi maken. Het is denk ik wel handig om een bed mee te nemen trouwens, zit ik nu te denken. Dus we nemen sowieso een bed mee. Ik heb 3 wol. En ik heb 3 hout. Dus dan komen wij daar wel uit. Kijk, hoppatee, hoppatee. Kijk, en nu zijn we in principe helemaal perfect. Ja. Zo, nou, dan kunnen we ons nog iets afweren. We hebben een paar broodjes en dan moet het daar wel mee goed komen. Ik wil alleen even kijken. We moeten even goed onthouden waar we heen lopen. Min 200 en min... Nou ja, min 200, min 200. Dat is makkelijk te onthouden. Daar moeten we heen. We gaan naar het westen. Dus als we teruggaan, moeten we naar het oosten, oké? Dit is onze road. We gaan gewoon naar het westen. Want ik weet dat... Daar ben ik nooit zo ver geweest, want daar is gewoon een rivier. Dus... Oké, dus min 200, min 200. Ik moet het even onthouden. Ik onthoud het wel. En anders kijk ik de video even terug. Dit moet niet zo'n hele verre tocht worden. Dus dat is goed. Gewoon goed eten. Er komt alles goed. Lekker springen. Lekker springen. Oké, let's go. Nou, hier zijn we natuurlijk al vaker geweest. Want we zijn nog niet zo ver. Oh, even van afstand weer kijken. Och, yeah, nice. Dat dikke bos die we nog kunnen bouwen. Kunnen we misschien wel daarbij bouwen. Want we hebben daar een heel groot bos. Kunnen we best wel wat moois gaan maken. We zijn daar nooit echt bezig geweest. Dat is wel vet. Misschien moeten we daar ergens de Wild West maken nog, weet je wel. Kijk, hier is dat dikke bos die we hebben. Hoi, horsies. Hoi. We kunnen beter op een paard gaan, zit ik haast te denken. Nou, laten we maar voor nu lopen gaan. Maar de volgende keer gaan we eens even... Want we moeten het water in. Dat kan zo'n kakpaard toch niet. Oh, je kunt nu veel harder door het water, toch? Nee, valt wel mee. Ik dacht, dat was met de snapshot kon je harder door het water heen. Maar als het goed is, blijven we nu hier al in deze shot... Dus het loopt soepel genoeg. We kunnen hier al gewoon lekker mee doorgaan. Dus dat moet helemaal goed komen. Hoppatee. We moeten waar de zon opkomt, moeten we naartoe lopen. Dat is het makkelijkste om te onthouden. Oh, check your recipes. You have a new recipe. Thank you. Thank you so much. Oké. Nog steeds niks gevonden. Wat loopt daar? Nee, dat zijn van die squirrel. Hier. Nice, I like it. Oké, dan lopen we even langs de koetjes hier zo. Hey, koetjes jongens. Koetjesrepen in mijn huis, koetjesrepen. Hoppatee. And we run further and further. Ik zie de eerste vissen jongens. Hoe vet is dit? Zie dan, we hoeven helemaal niet ver te lopen. Oké, ik had gehoord dat ik die gewoon kon vangen. Nice, ik heb een vis. Oh, ik had veel meer emmers mee moeten nemen, want je kunt maar één erin doen. Oké, dan ren ik even snel terug. Gaan we die vis daar dumpen? We weten waar we zijn. We zijn helemaal niet zo ver weg. Oké, we hebben ons eerste vis gewoon, jongens. Kijk, dus die vissen die gaan random ook een beetje, zie je dat? Hoi, kippetjes, hoe is het? Nice, oké, we moeten wel een paard hebben, dat gaat wel sneller. Maar dus vissen zitten spawnen ook gewoon random hier en daar. Daar ben ik echt blij om. Want ik had dat al lang ontdekt en we hebben daar toch vis gevonden. Dus dat is nice. Maar ja, helaas kunnen we maar één meenemen. Dus we nemen even wat meer emmertjes mee. Zodat we straks gewoon veel meer vissen mee kunnen nemen. En thanks voor de tip, bros. Want dankzij jullie weet ik dus nu hoe ik vis moet vangen met een emmer. Hartstikke mooi. Kijk, je ziet hem er ook in zitten. Dat is leuk. Zie hem zitten, joh. Wat een gehaktbal is het eigenlijk, hè.
Nice, I like this update nu al, jongen. De nieuwe update is de bom. Ah, heerlijk. Ja, weer wat... Ik vind het altijd leuk als in Minecraft wat nieuws is. Gewoon omdat het dan even wat meer... Je kunt weer nieuwe dingen doen, weet je wel. Dat geeft je weer wat meer uitdaging en leuke dingen. Zoals nu kun je een aquarium maken. Ja, dat kon je al wel doen. En dan kon je er wel eens een keer zo'n squirrel in gooien of zo. Of zo'n hele grote vis, die kon je ook wel vangen als je die een name tag gaf. Maar dat was zo moeilijk om te doen uit zo'n watertempel. Daar ben ik niet voor gemaakt. Maar dit is goed te doen, weet je wel. Dit is goed te doen, weet je wel. Hey, kijk man. Dit gaat toch lekker, jongen. Nou, moeten we eigenlijk ook nog wat meer vissen daaroverheen gaan gooien. Dat we gewoon overal een beetje vis hebben bij ons in de buurt. Om onze world gewoon nog levendiger te maken dan dat het al is. We hebben natuurlijk hier en daar een kipje rondlopen, een koetje en dat soort dingen. Nou, zo kunnen we het gewoon extra leuk maken voor onszelf. Dus dat is nice. I like it. Hello, guess who's back? It's me. Oh, dat moeten we echt een keer afmaken. Dit ziet er niet uit. Dit hebben we laatst keer afgemaakt. Ziet er al een stuk beter uit, vind je niet? Hier kunnen we ook nog een aquarium in gooien. We kunnen wel wat aquariums hier en daar maken. Het is gewoon mijn nieuwe meubler. Nieuw meubel. Ja, hoe zeg je dat? Het is niet echt een meubel natuurlijk. Even kijken hoor. Dan hoe kom ik hier makkelijk omhoog? Ik moet eventjes wat hebben. Ik leen even deze blokken, jongens. Zo. Mooi, thank you. En dan... Ja. Oké. Top. Zo. Ik heb hem. Oké. En dan... Yeah! Yeah! Visje! Ja, kijk eens. Ah, lekker man. Hey, lekker man. Een vis. Yes. Man, dit is nice. Jammer dat het glas zo lelijk is. Dat moet ik toch eens naar kijken. Dat grijze glas is misschien net wat mooier. Je ziet de vissen niet heel goed zo. Maar het is wel gaaf. We kunnen ook een keer in de vloer wat maken. Dat er gewoon vissen onder ons zwemmen. Hey, dit is cool, man. Paard. Ja, we nemen een paard mee. Dan gaan we met het paard gaan we naar naartoe. Dan rennen we even net wat sneller. En we hebben nog even een paar extra... we hebben even een paar extra dingetjes nodig. En zo... Ja, champignonnetje voor de dorst, jongens. Even kijken, want we hebben hier... Oh, we hebben nog een rauwe vis. Sorry, vis, ik heb je broer vermoord. Even kijken, hoor, want we hebben nog even iets belangrijks nodig. En dat was iron, maar ik denk dat we nog meer... Ja, kijk, we hebben nog 3-4 emmers. Dat is zo goed, denk ik. We maken er nog even 1, 2, 3 bij. Dan kunnen we in ieder geval voldoende vissen meenemen. Oké, nou weet je, die schaar kan ik ook wel gebruiken. Even kijken, dan had ik dat vis moest ik meenemen en een paard. Oké, dan hebben we het hele lijstje compleet nu, denk ik. Yes. Oké, dan moet ik even mijn paard pakken. Dat doen we niet vaak met een paard gaan, dus het wordt een spannende rit dit. Oeh. Hey, horsey, how you doing? Come with me, bro. Oké, let's go. We gaan op reis, paard. We gaan op reis. Oh, moet ik niet op shift gaan drukken. Zo. Zo, gaan we even hier overheen. Moeten we wel... Meteen mijn paard vermoorden, Hiro. Moeten we even een dutje gaan doen, trouwens. Dus we moeten eventjes hier een tussenstop houden. Hey, what's up, horsey? How you doing? Nou, blijf even hier staan, jochie. Ja, we gaan even slapen. Ja, dat hebben we ook nodig, slaap. Ja. Kijk. Ah, heerlijk, even lekker dutten. Even lekker indutten hoor, jongens. Zo, nou, daar gaan we weer. Bam, let's go. Yeah. Nice, I like it. It's great. Kijk, dit gaat lekker, jongens. Daar ben ik blij om. Gewoon even op een paardje. Weet je, voelt dit niet goed, hè? Voelt dit niet goed? Heerlijk hoor. Lekker op een paardje gaan we een reis maken door de drerrie. Yeah. Door de prairie. Af en toe glitcht mijn paard een beetje weg, maar dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Het zijn ook mijn paarden. Hopen dat ik nergens inval, want het nadeel van een paard is een gelukkig een traag paard, dus dat scheelt. Ik ga even hier zo... Oké, ga hier eventjes overheen. Want hier heb je water en als het goed is, kan ik hier ook gewoon... Yeah, nice! Hey, broeders! Hey, how you doing? Kijk,
Kijk ons gaan hier, jongens. Paarden genoeg hier, jongen. Die gasten die gaan door, hé. Die stoppen gewoon niet. Die blijven maar kinderen maken, joh. We moeten hier een keer een brug maken, man. Oh, kak. Kom maar. Oké, we hadden een lease mee moeten nemen, jongens. Waar we hem even aan konden houden, maar... At least we didn't. Zitten hier de vissen nou ergens? Het was aan dit water. Oeh, wat een vette cave daar, ouwe. Oh, nice. Ik hou altijd van zulke caves. Daar kan ik van genieten. Oké, nog geen vis hier gespot. Maar we weten dat die vis wel hier ergens in de buurt zit. Dus dat wordt nice. Zo. Let's jump around. Oeh. Oké. Nee, nog geen vis hier gespot. Maar het is wel een mooi bos. We waren bij deze berg hier. Daar kwamen we de vis tegen. We coming for you, fishy. Kijk. Zelfs Fishinator kan nu weer gewoon dit spel spelen. Want hij zit in de game. No fish for me, heer. Ja, maar we hebben nog meer soorten vis natuurlijk. Ik zou zo graag een schildpadje of zo willen, weet je wel. Dat lijkt me echt cool. Of ja, cool. Cool. Wat is cool? Oké. Okay. Hey jongens. Oké. Oké, dus je moet water hebben. En dan kun je hem vangen. Oké, nou, ik neem er even 4 mee. Dan hebben we er in ieder geval voldoende voor nu. Dat is goed. Dat water klinkt ook heel anders. Dat is op zich ook wel leuk. Dat is wel beter geworden. Zo. En dan hebben we nog 2 emmertjes hier zo. Nou, gaan wij gewoon verder. We hebben nu genoeg van die salmons of zo, wat het ook moet voorstellen. Iets in die richting in ieder geval. Ah, zo. Nice, let's move on, want we zijn nog niet klaar hier, hoor. Wij zijn nog niet klaar hier, je bent nog niet van ons af. Oeh, kijk, dat is de prairie. Dat is het Wilde Westen daar. Of in de woestijn natuurlijk, dat kan ook. Dat is ook wel eens Wilde Westen. Het Wilde Westen hoeft niet per se in de woestijn natuurlijk af te spelen, hè. Nou, we hebben dus een paar van die salmonvisjes bij ons. Dat is nice, die hebben we sowieso nodig. En ja, wat we nog meer gaan tegenkomen, dat moet nog van blijken natuurlijk. Herman de Blijker. Jump! Oké, nice gedaan. Nice gedaan. Het moeras, daar kunnen we nog aardig overheen jumpen met dit paardje. Hier wordt het lastig. Hier gaat het heel lastig worden. Laten we maar even hier naar de overkant gaan. Don't drown on me, baby! Oh, gelukkig. Oeh. Ja, oké. Gaat allemaal nog allemaal net goed. Oké. Laten we even rustig aandoen natuurlijk hier. Want we willen natuurlijk geen doden hebben. We willen geen doden hebben. Oké, ging op zich not bad. Ging not bad. Paardje kan wel wat hebben, weet je wel. Dat scheelt. Dat traag water hier. Oké, daar gaan we weer. En we racen weer door. Het is gewoon een race, jongens. Aha, kijk. Hier is wat ik wou hebben. Hier zijn we natuurlijk wel eens geweest, maar we zijn nooit heel ver geweest. Dus ik weet zeker als wij hier wat verder gewoon heen gaan, dat we dan wel de spullen tegenkomen die we willen tegenkomen. Dus ik ga hier even iets langs de kust zo. En dan moeten we het gaan vinden. Maar of we dat gaan vinden, zien jullie de volgende keer. Dat wordt natuurlijk wel spannend een beetje. Hè? Dus we sluiten af met een cliffhanger hier, jongens. Het is niet te geloven, maar echt waar. Doe allemaal lekker een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie snel mogelijk volgende keer weer. Want dan gaan we verder met ons aquarium, visjes erin dompelen en kijken wat we hier tegenkomen. Want ik weet zeker dat we hier wel wat mooie dingen gaan tegenkomen. Zoals een cave en bomen. Ik ben dol op bomen. Oh man, watertempels. Nog meer mooiere dingen. Nee, we gaan hier wel leuks tegenkomen. Dus ik zie jullie de volgende keer. Jojo, jojo. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Jojo, jojo.